Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Je hoort hier heerlijk gekauw, want ze zitten beide lekker op een appeltje te kauwen. Lekker hè? Lekker hè? Ik ben net terug van wedstrijd. Hi ol. Die video die staat al online, dus als je die nog niet hebt gezien, check die dan vooral even. Dus Bluff staat nu lekker op stal en in die vorige video kon je ook zien dat ik een mentuigje heb gekocht. En ja, het is dus nu middag en wij gaan even dat mentuigje passen en dan ook uitproberen. Wij gaan even kijken of het allemaal past en dan kijken of Olly ook wil slepen. Nog niet gelijk voor een karretje, maar dit doen wij dus om te beginnen om ze te beleren voor de kar. En ik ga jullie dus lekker meenemen. Dus ik ga eerst even kijken of het tuig wel past.
Maar ik ben echt heel erg trots op Olly. Kijk, het was eerst in het begin even zoeken. Sowieso hoe we dat tuig om gingen doen. Ik heb het zo warm. Ik heb hard gewerkt aan mijn conditietraining. Oké. Ja, het was voor hem eerst natuurlijk al wennen. Toen we het gewone tuig, zeg maar, met single. Dus toen had hij al zoiets, wat ga je met me doen? Terwijl hij wel een longeersingeltje gewend is. Dat hebben ze ook vaak gedaan. Dus dat was wel van, oh, huh? Maar, nou ja, daarna was het wel oké. Hij kon nog wel iets strakker, maar dat heb ik dus nu niet gedaan. En het was toen even uitzoeken hoe dat mentuig in elkaar zat. Ik heb wel vaker gement en ik weet ook wel hoe je moet optuigen en zo. Maar nou, dat is echt zo lang geleden. Ik was het helemaal vergeten. Dus ik heb even YouTube erbij gehaald. Even gekeken hoe of wat. En nu zit het tuig dus helemaal goed. Ook hoe de broek goed hangt. En alles zit ook op goede hoogte. Want dat is best wel belangrijk. Dat het niet gaat schuren en zo. Ja, sorry jongens. Ik heb een beetje een lamme arm. En warm. Dus alles zat nu echt goed. En ik dacht eerst, misschien ga ik toch wel iets slepen met een bandje. Maar ik dacht, nou, dat laat ik het gewoon hierbij houden. Dus we zijn gewoon een stukje de weg uitgegaan. En gewoon met hem ja, erachteraan gedraafd, zeg maar. Zodat ik kan wennen aan dat ik achter hem ben. En niet naast hem of voor hem. En ja, het was even wennen toen hij van huis afging natuurlijk. Want ja, dan moet hij weg bij Bluff. En dat is natuurlijk zijn maatje. Dus dat is helemaal niet zo leuk. Maar ja, daar heb ik hem gewoon even aangepakt. Dat, sorry, maar dat moet gewoon. Want hij moet gewoon leren dat hij weg moet. En hij moet niet gelijk zijn eerste keer gelijk krijgen. Want dan krijgen we dat de hele tijd. Dus, maar echt, daarna ging het super. Hij vond het heel leuk. Alleen maar de oortjes naar voren. En hij was heel blij. Dus we gaan dit gewoon nog een paar keer doen. En binnenkort ook met een bitje. Ik heb het nu zonder bitje gedaan. Zodat ik hem niet in zijn mond zou scheuren. Of dat er ook nog bij kwam. Gewoon, ik heb gewoon de leidsels aan het touw, aan het halster gedaan en aan het hoofdstel. Want ik had het halstertje eronder. Zodat hij wel druk kreeg op zijn neus. Maar verder niks. Dus dat hij niet in paniek kon raken doordat er een bit tegen zijn tanden liep te klapperen of zo. Want dat, daar moet hij echt eerst aan wennen met dubbele lijnen. En als hij daaraan is gewend, dan gaan we een karretje erachter spannen. En dat karretje moeten we eerst nog kopen. Dus dat duurt nog wel even. Maar hij vindt het in ieder geval super leuk. Ook om erop uit te gaan. En na een tijdje was het Hinneke ook klaar en zo. En was het ook gewoon oké. En voor auto's was hij ook helemaal niet bang. Fietsers niet bang. Dus dat is echt top. En ja, ze staan nu lekker in het land. En daarbij ga ik hier dus ook de eerste video van het beleren van Olly afsluiten. Dit was dag 1. We hebben hiervoor natuurlijk wel al dingen gedaan, maar dit was, ja, een beetje het echte begin, zeg maar. Dus dag 1 en ik ga het hierbij afsluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet hieronder te abonneren. Geef een blauw duimpje en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!